Hallo lieve mensen. Nou, allereerst de beste wensen en natuurlijk een heel gezond 2022. Ik vind het toch netjes om op deze manier even wat in te spreken, want ik heb de afgelopen anderhalve maand zoveel steun gehad van iedereen, dat ik het niet met een paar regeltjes op papier wil doen. En ook in overeenstemming met de club. Nou, zoals jullie weten is begin december is er bij mij een vrij grote kiste gevonden in mijn hoofd. Vrij diep in mijn hoofd. En dat was natuurlijk schrikken. Nou, de doktoren hebben daar naar gekeken. Echt, ik ben fantastisch geholpen in verschillende ziekenhuizen. Dus ondanks de corona daar echt dank voor. En die hebben mij geadviseerd om deze kiste te laten zitten. Toen was mijn vraag, ja, maar als er weer klachten komen, nou, dan kunnen ze daar wat aan doen zonder een ingrijpende grote operatie. Ik zei, mag ik dan weer gaan trainen? Nou, hij zei, je mag het rusten weer opbouwen. Dus in principe heb ik goed bericht. Nee, ik heb gewoon goed bericht. Niet in principe, goed bericht. Ik mag rustig weer opbouwen. Dus dat zal ook betekenen dat ik vanaf morgen zo nu en dan weer op de club zal zijn. Dat ik rondom de wedstrijd er gewoon weer bij zal zijn. Maar dat ik het wel op moet bouwen. En dat ik daar echt de tijd voor nodig heb. En dat voel ik ook. Dat komt ook door de klachten die ik begin december had. Dus ik voel ook dat het nodig is. Ik zal dan ook erom moeten denken hoe ik mijn leven op dit moment even inricht. Dus ik zal ook minder gaan doen rondom geen lezingen, geen bijeenkomsten. Interviews zal Pascal Bosgaard eerst gaan doen. En ik zal mijn telefoongebruik ook toch moeten veranderen, want dat kost ook uren per dag. Dus ik moet even rustig opbouwen. Nou, ik hoop op begrip van iedereen. Maar het gaat vooral om dat ik heel gelukkig ben samen met mijn gezin. Dat dit op deze manier zo kan. En ik heb weer zin aan om lekker met jullie samen van het voetbal te genieten. Lekker voeten op slecht voetbal. Juichen voor goed voetbal. Juichen voor goals. En we maken er weer wat van. Nou, groetjes van Henk.